Maar hoe bedoel je, hij klaar? Als hij, ja, maar dan moet dan nog zo... is het nog steeds 5 punten. Ja, maar dan Ajax gaat er ook weer meedoen. Als PSV wint. Dat is een goede rekensom, dit. Ben jij, ja. Wat zou Siloy ervan zeggen, denk jij? Ja, breed houden. Ja, breed kan, houden. Jij kan dat nadoen, hè? Je moet een beetje van tevoren, je moet hem die back vastzetten. Dan moet je wel zorgen dat het middenveld een beetje aansluit. En dan, als het middenveld aangesloten is, kan je het even klein houden, weet je. Dan kan je back gewoon lekker vrij opkomen. Wat zegt die man? Wat zegt die man? Daar zit ik naar te kijken. Ja. Nee, maar ik dacht eerst dat het debiteur en crediteur was. Blinker en Siloy met elkaar in gesprek. Nou, dan zit je echt van verbazing de suizenbollen. Daar kwam geen zinnig woord uit. Nee, jij vond het niet sterk? Nee. Goed man. Jij vond het ook niet sterk. Nee, niet zo sterk. Zou jij dat soort lulhannes aan tafel willen hebben? Dat stond hier beneden inderdaad. Misschien dat jullie... Dat geschikte opvolgers voor jullie zouden zijn. Regie Blinker en Sonny Siloy. Ja, maar je hadden wel zorgen dat je gelijk die back vast zijn. Ja. Kan je het middenveld een beetje ruimte laten vallen... waardoor je zeg maar, tussen de linies kan lopen. Ja. Ja. Sinds hij bij Carlo geweest is, kan hij daar moet je wat mee gaan doen. Ja. Ja, wel, ja. Ga die Carlo eens nadoen, man. Nee, joh.